De stichting Open Monumentendagen bestaat dit jaar 25 jaar en dat is natuurlijk een reden om dat te vieren. En waar kan dat mooier dan in het prachtige gebouw van Conserve hier achter mij? Op 9 september viert Stichting Open Monumentendagen hun 25-jarige jubileum in de stad Leiden. 25 jaar Open Monumentendagen Leiden. En de reden om een feestje te geven, en dat doen we dus ook. Een feest met allemaal feestelijke panden, mooie panden, bijzondere panden, panden in restauratie wat we altijd hebben, maar ook panden die nog nooit open geweest zijn. En als centraal, echt open monument, hebben we dit jaar de Burg. Monument, zichtbaar voor iedereen, toegankelijk. En dit jaar het centrum van de jeugdactiviteiten. En zoals het voetfeest betaamt, de taart met de kerst erop voor onze Open Monumentendagen, 25 jaar. De Open Monumentendagen in Leiden jubileert, bestaat 25 jaar. Als je een jubileum viert, dan brengen bands een best-of cd uit. Nou, eigenlijk doen de Open Monumentendagen in Leiden dat ook. Ze hebben een best-of programma gemaakt met de mooiste en meest geliefde monumenten. Maar zoals vaak op zo'n best-of cd staan er dan ook 2 of 3 tracks op die nog nooit iemand gehoord of gezien heeft. En dat is hier ook. Er is bijvoorbeeld op de Lange Brug is er een kerk met een hele bijzondere kelder eronder. En aan de middelste gracht is er een oud ketelhuis dat ook nog nooit iemand gezien heeft. Dus dat zijn hele bijzondere eigenlijk verrassingen tussen het programma met... echt hoogtepunten natuurlijk, onze kerken en op vele verzoeken opnieuw de Mailfabriek terug op het programma. Dus mis die niet, want dat is echt voor het laatst dat je de Mailfabriek in deze staat kunt zien. En de Burcht zal op een hele bijzondere manier te zien zijn. Die wordt namelijk mede met behulp van scholieren als een prachtige jubileumtaart opgesierd. Dus komt dat zien allemaal op de Open Monumentendagen, dit jaar 25 jaar in Leiden. Allereerst van harte welkom op de presentatie van het boek van de Open Monumentendagen. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Ian van den Berg, ik ben de voorzitter van de stichting. 25 jaar Open Monumentendagen. We hebben erbij gekeken en we hebben gedacht van gaan we het landelijke thema doen en het landelijke thema is groen. We hebben sessies gehouden in de Schouwburg met geeltjes op en neer en we kwamen eruit. Van we willen er toch het thema feest van maken. Want 25 jaar, je wordt maar eenmaal in je leven 25. En Open Monumentendagen wordt ook maar één keer in het leven 25 jaar. Maar wel een mooie mijlpaal, 25 jaar Open Monumentendagen. Feest, en toen begon de ellende. Want bij een feest moet je mensen uitnodigen en ons feest moet je panden uitnodigen. Nou hebben we iets van 2800 monumenten in Leiden en we dachten zo van ja, eigenlijk willen we wel toch iets heel moois. Dus Koen kwam al van we doen de grootste, we doen de mooiste, we doen de kleinste, kom maar op. Dat gaf ook wel een lijstje waarvan we zeiden van hé, we zien wel elke keer dezelfde panden weer terug. Dat is weer de Pieterskerk en de Hooglandskerk, we willen toch altijd vernieuwend zijn. Want wat is niet leuker tot een Leidenaar zegt als die een boekje overslaat. Hé, daar ben ik nog nooit in geweest. Dus ongeveer hetzelfde aantal panden in een concept met een bond gezelschap. Van fabriekspanden tot klassiekers, tot panden in restauratie. Gewoon eigenlijk een breed scala wat we hebben neergezet. Met daarbij wel elke keer het lint van feest. We hebben alle muziek in panden, feestelijke muziek. We hebben... Oh, ik moet doorgaan met de kaart. Ik heb nog nooit zo erg een tijdmeter gezien. Maar goed, feest in panden. Ik kom gelijk dan naar de taart. Want ik ga straks Jan Jaap het boekje overhandigen. Maar daarnaast zit er ook nog een taart in waar die de kaarsjes, als ik niet opvalt, moet uitblazen. En dat komt omdat wij bij het feest dit jaar... We hebben de meest open monument centraal gezet in ons feestprogramma. En het meest open monument in Leiden is de Burcht. En hier zien wij een klassieke vorm van een... We hadden de kantelen bedacht, nog een strakke uitvoering van een Burcht moet dat zijn. Maar als u volgende week, eind van de week komt, zal de Burcht als taart verrijzen en met kaarsjes en al.
Dus misschien, ja, kan je eerst kijken. Janja, we zijn weer even trots als alle jaren om je het boekje voor open monument te dagen. Ja. Met natuurlijk de kids. En elk jaar steeds chiquer worden, maar het heeft een grote aftrek, de Engelse versie. Fantastisch. Dankjewel In. Mensen, dit zijn ze en deel ze rond en hoort zegt het voort. Leiden is een stad van ontdekkingen en ontdekkingen nodigen uit tot verhalen en ontdekkingen in panden nodigen uit tot verhalen. Dan gaat zo'n pand leven en als een pand gaat leven, dan krijgt zo'n pand waarde en als een pand waarde krijgt, dan kan zo'n pand benut en genoten worden in alle betekenissen van het woord en dat betekent dat een pand toekomst heeft. De hit van dit jaar wordt wel De Burcht. Ja, nieuw op single uitgebracht. De Burcht is vorig jaar helemaal gerenoveerd. De heropening hebben we ook gevierd. Maar als je dan een taart moet maken in Leiden. En er zijn natuurlijk steden met prachtige suikertaarten. Ik denk even aan het monument van Vittorio Emanuele in Rome. Als je het over suikertaarten hebt. Maar in Parijs is er ook nog wel één aan te wijzen voor die categorie. Ja, en de suikertaart van Leiden is misschien wel geen suikertaart, maar ja, wat is het? Spekkoek? Ik laat het aan uw verbeelding over, maar die Burcht wordt natuurlijk een prachtige taart. De Burcht is echt een magical box. Ik weet niet hoe het u vergaat als u vrienden, kennissen, collega's op bezoek heeft en u dan loop je een eindje door de stad en dan zeg je, nu gaan we naar de Burcht. Dan zeggen mensen de Burcht en dan denken ze, nou, kasteel of wat dan ook. Ik heb zelfs meegaan, gingen mensen om zich heen, een Burcht, waar dan? En dat is een onderdeel van het geheim en de magie van onze Burcht. Het is namelijk een soort, ik bedacht met een soort dubbele kijkdoos. Het is namelijk een kijkdoos in twee opzichten. Je kunt de Burcht alleen maar zien als je zelf door die Burchtpoort gaat, gelukkig weer met compleet zwaard. En dan is er eigenlijk maar één klein gaatje, alleen die plek kun je de Burcht zien. Zoals in een kijkdoos. Maar ook andersom, grote raadsel van de Burcht, overal waar je in de stad loopt, nergens kan je de Burcht zien. Maar als je op de Burcht staat, kun je de hele stad zien. Mensen van de OMD, vrijwilligers, pandeigenaren. Geweldig dat jullie dit ieder jaar weer doen, dat ik hier mag staan, dat ik hier jullie mag bedanken. Leiden is echt gewoon de culturele erfstad van Nederland. Dat, je kunt zeggen Amsterdam en Utrecht, maar die zijn veel groter. Wat wij hier hebben op elkaar, musea, monumenten, die dichtheid per inwoner is uniek. En dat kan alleen maar omdat jullie je ervoor inzetten, of je dat nou schrijvend, tekent, metselend, sponsorend of broodjes smeren het komend weekend doet. Dat is ook een vorm van metselen. Daarom zijn we zo'n prachtstad. Geniet ervan en dank jullie wel. Ja, dat dit,